hier achter mij is die Case IH JX75T. 75 perrekracht, 55 kilowatt. Is een 3.9 liter 4-cylinder machine. Gekoppeld aan die engine is een 8x2 transmissie. Is een 2-reeks 4-spoed radkas. Die trekker het is standaard 540 krachtaftapper. Te huisens vermoeien van 2 ton. Die trekker is toegerust met 2 druisse pompen. Die een pomp is afgezonder voor jouw stuurmechanisme en jouw radkas. Die andere pomp is alleenlijk afgezonder voor jouw druisse koppelings met een vloei van 34 liter per minuut. Die trekker is optioneel beschikbaar in 2-wieldrijf als ook in 4-wieldrijf. Wat hierdie trekker uniek maakt is dat hij enigste in zijn klas van 55 kW is met een 4-cylinder engine. Wat voor ons betekent dat ons een hoër wringkracht heeft met een laar brandstofverbruik. Hierdie klas trekker van 55 kW zal je op enige plaats vinden. Die reden daarvoor is, het wordt gebruikt voor algemene plaatswerk, hooiwerk en sleepwerk. Achter mij is een van die Citrix Tedder modellen 5800 wat dan een 5.8 meter werkswijte is. Hierdie machine begin op een 2.5 meter werkswijte en dan gaan hy op tot en met een 7.8 meter werkswijte. Die machine is beschikbaar in 3.0 modellen as ook sleepmodellen en is ook dan hydraulisch opvouwbaar. Tedders word hoofsakelijk gebruik bij gewone gras en is glad nie geskik vir blaargewasse soos lucerne. Die entry model beskik oor 2 rotor eenhede waar jou 7.8 meter dan beskik oor 6 rotor eenhede.